Zoals u kunt zien is de bouw van het appartementencomplex met de commerciële ruimte op de begaande grond in volle gang. We zijn anderhalf week of net voor de bouwvakvakantie. Maar aan de andere kant zien we dat de bouw vol in gang is om volgend jaar rond deze tijd de eerste bewoners de sleutel te kunnen overhandigen voor deze prachtige locatie. Anderhalf week geleden hebben we tijdens de open dag van het prachtige gemeentehuis kunnen zien hoeveel mensen zich melden aan onze stand samen met Wonen Limburg en de BAM om zich te laten informeren voor deze appartementen. Positief, zeer positief waren de reacties over de indelingen, over de stijl, maar ook over de ligging al hier, zo centraal, dichtbij de alle voorzieningen, met zicht over de singel voor diverse appartementen, combinatie buitenruimte, binnenruimte. Dus echt een uniek moment om veel mensen te informeren. Om tijdens deze open dagen aanwezig te zijn en met de stand mensen te kunnen ontmoeten, wensen te inventariseren, hebben we natuurlijk een uitstekend marktonderzoek kunnen doen wat op dit moment de wensen en eisen zijn, of noemen ze ideeën van kandidaatkopers voor de toekomst of huurders voor de toekomst. Hier komen een aantal sociale huur, maar hoofdzakelijk duurdere huurappartementen en koopappartementen. En vanuit de vele gesprekken die we voerden met mensen, konden we goed inventariseren wat heeft men, wat wil men, zowel in bungalows, woningen, etc. Dus wij kunnen voor onze markt, ook voor de bestaande markt, hier de komende maanden goed putten. En zeker al de eerste successen kunnen boeken voor La Côte Bleue. Inmiddels kunnen we melden dat er 4 appartementen verkocht zijn, meerdere in optie. Huur veel vraag voor, al toewijzingen beginnen plaats te vinden. Dus zijn mensen nog geïnteresseerd, kan men uiteraard nog met ons contact opnemen voor nadere informatie voor de koop en de duurdere huur. En kunnen we ze alle uitleggen over deze fantastische locatie, of deze plek, waar dadelijk nog de tweede fase zal verrijzen. Daar zal de verkoop na de bouwvakvakantie van starten. En dan zal de majestueuze toren verrijzen. Maar hier zal eerst de verkoopdrempel gehaald moeten worden. Waarna wij, althans de BAM, kan starten met de bouw. Maar in ieder geval volgend jaar kunnen de bewoners van de eerste fase, of de kopers en de huurders van de eerste fase, hier hun intrek nemen op deze locatie waar de bouw in volle gang is. Bijzonder trots waren we ook tijdens open dagen dat ons team met regelmaat aanwezig was om de klanten te bedienen, mensen te informeren en klaar te staan voor onze opdrachtgevers, maar voorlang de consument te informeren over wat er in Weert en Bral op deze locatie gaande is. Heel mooi was het dan ook dat ons totale team aanwezig kon zijn bij een speciaal moment waar Petra Stijver Saalmans, inmiddels 25 jaar aan ons kantoor verbonden is, ook op deze dag weer actief aanwezig was. Samen met haar kinderen en haar man konden we haar verrassen op het moment dat zij dus 25 jaar geleden de eerste uurtjes bij ons werkzaam was. En dat ook tijdens deze open dag van La Côte Bleue deed. Met volle verve heeft haar kroontje opgehad. En met alle chapeau en de inzet van de laatste jaren willen we haar daarvoor bedanken. En dat ze nog lang bij ons is. Ervaring wat wel de kracht is van onze organisatie. Waar Geert van Helmond en Ilse inmiddels na de 30 jaar jubileum toe gaan. Ondergetekende zelf ook al 28 jaar aanwezig is binnen de organisatie. En dat is juist de kracht van de huidige tijd om te voelen wat in het verleden was, wat het nu is. Door mee te denken met de mensen en de consumenten. En passende in de Saalmans Leef met u mee filosofie samen tot in goede oplossingen te komen. En de woonwensen van de mensen te kunnen realiseren.